Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuw intro momentje van Sonic and Gaming is bij. Ja, is het een intro momentje? Dat is de vraag. Denk ik wel, want anders heb ik net voor niks zitten wachten. Ja, dat zou een beetje jammer zijn. Dat kan ook, je weet het. In ieder geval, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Harmony Shiny Cage Lock met Sander van Gaming is bij. Sander, dit staat opeens stil. Ja. Dan doen we het ook helemaal goed. Zo, bam. Sander gaat vandaag een shiny Pokémon tegenkomen. Ja, ik hoop het, joh. Oh, man. Zoals Roselia. Dat zou fijn zijn, hè? Zo'n shiny Roselia. Ja. Of niet? Op zich. Dat zou ik wel kunnen waarderen. Kijk, een Smurgle. Een Smurgling. Ik ben heel benieuwd ook hoe dit eruit gaat zien. Wacht, hij gaat sketch doen. Dus doe een slechte aanval. Ja, of helemaal geen aanval. Dan bud it field en dan gaat hij struggling. Ja. Frick, ik zie je eventjes. Heb ik de game dan uitgespeeld als ik dat doe? Ja, official. Oké. Oh, Sandering. Wat? Ja, dat je stil stond. Ja, ik moest even iets fixen. Dat was bijna een shiny. Wacht, hij kan een aanval? Dat is niet eerlijk. Oeh, ik moet eigenlijk ook even healen. Ik dacht, hij kan allemaal elemental aanvallen? Dat is pittig oneerlijk. Ja. Hij kan Fine Whip en hij kan Ember. En zal hij ook Bubble Gun ofzo, of Water Gun? Ja, wow, maakt niet zoveel uit. Genaaid. Ja, maar Sandring, ik word ziek hard genaaid hier. Ziek hard genaaid? Pokémon zijn gewoon volgens mij in totaal gewoon hoger dan mijn Pokémon. Nee, dat denk ik niet. Want jouw dingetje is veel hoger. Jouw Chikorita toch? Chikorita? Nee, die is niet hoog. Die is level 15. Ja, die van mij, weet je hoe hoog die is? Level 11 of zo. Ja, maar ik heb een Muna van level 8, hè. Ja, oké, okay, maar jij hebt ook een extra Pokémon. Ja, weet ik, maar die Pokémon die ik weg heb... Ik heb twee extra Pokémon, hè. Maar die extra Pokémon in de box zijn level 13 en onder de 10. Dus ik denk dat jouw team is in totaal hoger dan die van mij. Want ik zag dat jij bijna alles level 17 hebt. Hier. Ja. Jouw Pokémon zijn gewoon hoger dan die van mij, hoor. Ja, maar Chikorita niet. Nee, maar dat maakt er niet uit. Nee, maar die moet wel ook... Die moet wel ook een beetje een leveltje krijgen. Oh. Zoals deze Chikorita? Kijk daarom. Er komt... I believe I can fly. Ik ben benieuwd of die ook nog een extra typing krijgt. Dat zou ik wel heel ziek vinden namelijk. Dat zou heel ziek zijn. Fighting of zo. Oké. Holy damn, die ziet er wel to be expected. Uit. Ik ben nu ook wel een beetje benieuwd hoe de non-shiny variant eruit ziet. Van die Bayleaf. I believe in me, Pokémon. Hij is nog steeds stil. Oh, die van jou opnemen. Poel, zag ik. Dat klopt, ja. Double battle. Welk HP had je? Of welk level had je? Smurgle. Ja, 16. Dat weet ik trouwens ook wel. Dat doe ik dom. Ja, ja pas op, hè, want die Smurgles kunnen niet alleen maar sketch. Thanks. Ik denk, help je even. Ja, dat is fijn. Dat waardeer ik. Wel lief. Oeh, ze zijn level 18? Wat? Waar de fuck zit jij? Dat ze zo hoog level zijn. Niet zo heel ver verder dan jij. Oh, nou. Dual battles zijn altijd kut in de slots. Ja, eens. Wee, boep.
Oeh, ik dacht eventjes dat ik tegen die trainer zou moeten. Maar die trainer had ik niet gezien. Een Drillbur. Is dat ook een Steel type toevallig? Ja. Ja, ook ground, dus ik ga wel runnen. Famous last word. Oh nee, niet met Electric Power Weekend. Die je sowieso al niet doet als je een ground type tegen je hebt, maar goed. Kom op. Ja, dank je. Ik ga toch... Ik weet niet of... Ja, ik wil wel graag een Honedge. Want die vind ik vet. Oh, oh, ik wou net zeggen, dat ging niet goed. Maar... Oh, joh! Pas op! Ja. Je bent bijna dood. Bijna dood, in. Laten we even switchen. Switchen. Tip, ga niet dood trouwens. Oh, oké, okay, thanks. Apom evalueert toch als hij dubbel hit leert? Volgens mij leert hij op level 32. Dat weet ik. 32? Volgens mij wel. Dat is wel laat. Ja, dat vind ik zo zonde, hè? Dan heb je Apom, die is gewoon leuk. Dan wordt die Emipom en dan wordt die niet leuk. Ik vind Emipom oké. Okay. Ik vind hem niet super kut. Het is vooral gewoon zonde omdat Apom zo'n leukie is. Dat is meer gewoon. Nee, oh, daar gaat mijn TM. Ja, hij mag het dan niet gebruiken. Ja, maar het kan wel de reden zijn dat ik misschien de volgende win en... Zeg van, yo, ik wil TM's. Dat is zekering waring. Precies, zekering waring? Ja. Zekering waring. Badder haring. Wat is van die badder? Ja, dat is niet douche. Nee, dat is ik niet douche. You don't have enough money? Yo, jij hebt not enough money. Wow, wat een shade. More like... Sun. Ja. Ja, ik snap jouw hoofdje wel, Sandering. Ja, dat wou ik zeggen. Oh nee, wacht, dit is wel illegaal. Oh, ik ben mijn Froakie, man. Dat vind ik dan weer niet heel cool. Nee. Kijk, die combi mag ik niet gebruiken in de stok, dus die doe ik weg. Dat klopt, ding. Ik hou mijn combi nog steeds bij me, omdat ik in die grotto waar ik zo naartoe ga als het goed is wel weer Sweet Sand kan gebruiken. Ja, vooral doen. Oké, sorry. Nee, ik bedoel het niet lullig. Ik bedoel het gewoon, ja, vooral doen. Gewoon zo van, ja, go your gang. I stand, I supporting. Die, ken je dat, supporting? Nee, yo, is dit niet zo? Sander throwing shade. Is dit de roast van Milani? Ja. En van de supermarket guy? Wat? Die is nou ik. Ja, je hebt de supermarket guy net ook geroast. Oh, zo. Ja, oké. Okay. Hier, ik ben gewoon een baron, dat kan jij niet zeggen. Oh. Baron Milani. Baroning Milani. Oh ja. Holy damn, deze fledgling. Weet je dat er Bidoofs altijd daar in de buurt zitten bij de Holy Damn? Ja, dat klopt. Dat is ook een leuk funnietje, hè? Dat is wel een leuk funnietje, ja. Die lolboeken, ja. Of de Grabbing Jacket, dat weet ik nu niet. Ja. Misschien wel allebei. Alle twee? Ja. Ik weet nog die keer dat ik echt mijn grab and jack aan had gedaan. De aflevering. Dat weet ik ook nog wel, ja. Ja, dat was mooi. Was dat ook Legendarsjes? Dat was Legendarsjes, ja. Ja, dat was Legendarsjes. Voor mijn gevoel ging die serie heel snel voorbij, zeg maar. Als in, we hebben heel kort die game gespeeld. Voor mij echt niet. Nee, maar ik bedoel, we hebben weinig opnamesessies gedaan. Ik vond de opnamesessies, die duurden voor mijn gevoel lang, maar... De tijd echt, dat... Dat gevoel had ik helemaal niet. Oh.
Misschien komt het omdat ik aan het winnen was. Het wordt echt tijd dat Apom een keer een redelijke aanval leert. Want ik moet nog steeds met Scratch of Tackle doen. Nou, dat is goed om te weten. Zet Apom uit. Nee. Ja, de enige Pokémon die een ding heeft. Die een perk heeft. Die ga ik natuurlijk misschien wel verliezen. Ja, dat zou best een optie kunnen zijn. Een optie 1. Nou ja, als hij een hele goede perk heeft. En je kunt er wat mee, dan waarom niet? Als jij hem daardoor... Zeg maar wat. Lucky Egg, ja, dat heeft niet zoveel zin. Als jij hem daarvoor iets kan geven wat er helpt. Choice Band of zo, ik noem maar wat. Dan, nou ja. Dan kun je geen Sand Attack meer, dus dat werkt ook voor jou misschien niet heel. Rocky Helmet. Leftovers. Zulke shit. Ja, maar hij heeft al, die perk heeft hij al, hè? Dus dan ga ik hem toch niet dood laten gaan. Nee, maar als je die kunt, dan kun je wel zorgen dat je sowieso wint. Like, ja, leftovers, dan kun je wel... Kan wel een reden zijn dat je wint. Ja, precies. En Rocky Helmet hetzelfde. Dus dan kun je hem daarom inzetten, omdat jij denkt dat hij niet doodgaat. Bedoelde ik meer. Ik snap wat je bedoelt, Sandring. Bel. Oh, 1 HP, zo jammer. Daar kan Amber, wat een onzin. Deze Smurgles zijn echt onaardig. Ja. Ga lekker verven of zo, bitch. Go verving, zou ze in het Engels zeggen. Inderdaad, go verving met je bek. Symphony? Dat is een liedje. Ja, bittersweet zelfs. 80, paper, 80 power? Oh, dat is lui. Shit. Oh, wacht. Pas op, hè. Je hebt hier in deze game ook niet dat je zo makkelijk... Nee. Ja, je snapt wat ik bedoel. Ik snap wat je bedoelt. Nee, maar... Ja, het leven. Venoshock! Venoshock. Voor die Roselia die je zo gaat vangen. Ik hoop het. Heb je die Mincino trouwens verwijderd? Nee, nog niet. Dan zou je daar je token voor kunnen gebruiken. Ja, ik zat er ook al aan te denken om dat te doen. Ik weet niet of dat slim is. Amorik type? Nou, ja. Als die Symphony kan. Ja. Ja, ik weet niet. We zien het wel. Goed lopen. Is Bullet Punch gewoon eigenlijk slecht? Ik dacht dat Bullet Punch best wel goed was, maar... Ja, maar... Beldum heeft een hoge defense. Ja, oké. Okay. Ik ga wel gewoon switchen. Trainen. En Pikachu. Hebben ze in real life ook Corphish en een Pikachu? Ja. Oh, Corphish? Ik vind dat een raar. Ja, die Corphish weet ik zeker. Die Pikachu, daar was ik over aan het twijfelen, maar die Corphish weet ik zeker. Ik dacht dat hij ook een van die... Ik denk dat Bullet Punch gewoon een slechte aanval is. Oh, een Static. Ja, maar je doet het op een Electric type, dat resist, toch? Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Nee, Steel. Electric resist Steel. Oké, Sander, maar ik ben maar gewoon boos. Maar het is volgens mij wel gewoon een slechte aanval. Eerst gaat hij me kapot maken en dan gaat hij alsnog zeggen dat het gewoon een slechte aanval is. Daarna zie ik in hoe fout ik was door jou zo hard kapot te maken. En dan maak ik het goed door te zeggen, nee oké, je hebt wel gelijk. En dan is het nog niet goed. Nou, precies. Als je dat maar door hebt. Oké. Okay. Sandring. Nee, nu ben ik boos. Ja, dat weet ik. Daar gingen we ook voor. Ja. Ik ben echt heel benieuwd hoe jij deze aflevering gaat vinden. Nee. Wat het intro momentje gewoon, bedoel ik dan. Heb je gewoon gewoon een boos emoji over jezelf heen geplakt? Nee.
Nee. Heb je het hoofd van Tim Hofman over jezelf heen geslagen? Het is wel een moed, maar nee. Nu mis je nog één ding. Heb je het logo van Boos over jezelf heen geplakt? Marij? Nee. Nee. Ik heb Rijk over mezelf heen geplakt. Rijk Hofman. Ik hoopte dat dat zou werken, maar spoiler, ik heb nog steeds geen geld. Wat? Dat je een ordeetje tegenkomt. Ja, dat is wel zo'n ordeetje, ja. Die ziet er wel uit als... Een ordeetje misschien? Ja, een ordeetje! What the freak? Wat een kut moveset, zeg. Jezus. Ik ben zo benieuwd wat jij aan het intro omheen komt. Een flabébé, dat vind ik ervan. Ja? Ja. Oké. Okay. Die Corvus is gewoon echt kut. Oh, wacht, dat is niet jouw fledgling. Oké, okay, ik dacht even, what the fuck? Nee, dat nee, is niet mijn fledgling. Dat is die van Saruni. Saruni? Ik ben een beetje klaar met... Ze heeft ook een frogadier. Auw! Ja, dat kan ik niet zo doen. Die boos te worden. Auw, dat doet pijn. Oh, ik word gebatteld. Word je gebatteld? Ja. Full beat? Dat is ook volgens mij een... Gewoon vol op de beat, hè? Ja. Dat is een buggy. Is Steel niet super effective op zo'n buggy? We gaan het zien. Nee. Volgens mij niet. Trouwens. Nee. Ja, echt. Volgens mij is het echt gewoon een kut aanval. Gewoon kut. Oké. Okay. Ik doe wel mijn hier. Hit yourself, Corvus. Je kan het. Oh, Corvus. Oh, laat maar. Oh, hij is wel dood. Lekker voor je, Corvus. Bloed. Bloed. Bloed sturen. Ja, ja. Wheeler to Swift. Nou. Dit is beter dan Scratch. Wat is beter dan Scratch? Bloed sturen. Swift. Dat ook, maar Swift. Oh. Ja, Swift is inderdaad beter dan Scratch, maar... Scratch is ook kut. Oh, mijn kolen gaat omhoog. Mijn kolen! Oh, die evolueert misschien wel. Misschien wel, die evolueert bedoel ik. Ik ga even wat drinken pakken, ik ga even mijn auto wassen, nee. Ik ga even naar de supermarkt. En dan, als ik terug ben, dan is hij wel geëvolueerd. Hey, later boys! Later boys! Later! Later, skater. Dat is zo'n minigame van Mario Party. Oh, ik heb net mijn auto gewassen. Ik ben naar de supermarkt geweest, joh. Je wilt niet weten. Weet je, ik was dus in de supermarkt. En weet je, daar hebben ze van die waterpalen. Nou, ik druk dus op die waterpalen. Nee, grapje. Dat was het. Feit dat je auto hebt gewassen is wel knap. Aangezien je nog geen auto hebt. Die heb je dus eerst gekocht. Toen ja, was gewassen. Zo lang duurt die cutscene, hè? Zo lang duurt die cutscene. Ik ben ook heel benieuwd hoe lijp het eruit ziet voor jou. Als een Murkrow, zo lijp. Ja, zo lijp. Dat is wel echt heel lijp. Is dit nou een andere grot dan die grot... Even Connecting Cave Zubat Roost. Even kijken of dat een andere grot is. Als het gewoon Connecting Cave is, dan is het gewoon Connecting Cave, toch? Ja. Ah, het is dezelfde. Set. Oké. Okay. Setting. Dan is het weer tijd voor Combi om te shiny. Om te shiny? Ah, die is leuk. Heb ik geld? Ik hoop het niet. Nee. Nee, waarschijnlijk niet, nee. Ik money? Zie Hooper, ik zie Kabuto. Hoe dan? Ik heb ineens wel money, maar hoe komt dat? Doordat je net een trainer hebt verslagen. Oh ja. Dat is wel een beetje hoe Pokémon werkt, zeg. Ja, ik was even vergeten dat ik een trainer had verslagen.
I did? Verslaging is een trainering? Ring. Shiny Wooper incoming! Dan hebben we onze Bob. Nou, Shiny Wooper. Wie vind je het leuk? Quagsire of Clotsire? Quagsire. Easy. Echt? Ja. Clotsire vind ik echt lelijk. Even Clotsire leuk. Ik denk dat ik eerst even moet healen, want anders wordt het echt een gezeik straks. Okay. En Schilly voorop zetten, want als ik Schilly voorop zet, kan ik bubbel doen. Ja, behalve als de shiny rock-type is, dan niet. Wacht, dan hoef ik niet per se te healen. Ik heb net niet genoeg voor 5 potions. In totaal dan. Dus ik heb er nu 4 in mijn bag. In je bag? Ja. Zag je dat niet op de facecam dan? Oh, Shiny Kabuto. Daar ben je. Waar? Jij haalt die shinies echt alsof het niks is, joh. Echt hoor. Ik heb er veel meer moeite mee, for some reason. Of is mijn game trager of zo, dat ik gewoon minder encounters doe of zo? Lijkt me niet, maar je weet het niet. Maar je kan gewoon met speed-up gaan hunten als we... Ja, dat doe ik. Offscreen, zeg maar. I can still let you in, inderdaad. Ik mag er gewoon in. Dat doen ze waarschijnlijk zodat je niet softlock raakt. Mm-hmm. Maar waarom stoppen ze die feature dan eigenlijk in? Omdat het losers zijn. Oh, ik ben ook nog eens confused. Ook nog. Oh, dit wordt weer net zo kut als net met die... Met welke Pokémon was het ook weer? Oh ja, met die Munna. Met die Ralts. Oh. Nee. Ja, voor mij was het wel met de Ralts. Oh, moet ik dan ook die Furfru puzzle doen straks? Ja, maar die is easy. Ja, maar die... Ja, dat... Nee, het was ook niet zo van, oh, die is moeilijk. Maar ik dacht ineens, hé, dit komt me bekend voor. Dus van die Furfru puzzle. Moet die er eens naar buiten, ja. Kun je hier ook een Pokémon krijgen? Nee, zeker. Nee. Zeker. Settering. Sean. Oh. Wat? Oké, even kijken. Ender deze smiespeling. Wat? Nee, ik... Oh. Weet je nog dat je zei van... Yo, die is niet zo moeilijk. Ik kan hem dus niet vinden. Helemaal linksboven. En daar? Oh, hier. Ja. Ik dacht gewoon... Ik zal je wel helpen, ja? Nee, deze hoef je niet te helpen, gozer. Ik ben geen klein kind. Dit is echt de makkelijkste Pokémon-puzzel ooit. Oh, dit wordt een TikTok. Ik voel het. Zelfs die Farfetch'd is niks bij, joh. En die was al makkelijk, hè? En die was al makkelijk. Ik weet precies hoe deze moet. Oké. Even kijken, hoor. Ik moet wel even kijken. Hoe die moet. Waar staat die überhaupt? Oké. Okay. Oh ja, oké, zo was het. Ja. Dan wil ik jou hier hebben staan. Ga staan! Oké, en dan? Ja, oké. Ja, ik weet het. Het ging goed. Gozering. Die Shanna, hè? Die denkt echt dat ik niks kan. Dat snap ik wel. Kan ik... Ja, dat snap ik ook wel. Oké. Staan. Ja. Of kan ze daarboven ook staan? Maar dat... Ja, ik wil eerst even kijken of dit al zo goed is. Ja. Oh, kijk eens. Dit is echt een makkelijke puzzel. Dit is de makkelijkste puzzel ooit, denk ik. Oh, ik zit helemaal niet op te letten. Misschien gaat Schilly zo dood. Grapjas. Oh. Jij zat te kijken. Jij zat te hopen dat het fout ging, hè? Bij mij. Ik heb je ja, wel gehoord. Ja, ik zat gewoon je uit te lachen. Omdat ik zei, ja, ik doe het makkelijk. En het eerste wat je doet is weglopen met Shanna. Toen dacht ik van, dit is een feest. Nee. Dit is mijn best day. Ja, ik moest even kijken hoe die ook weer werkte. Ik heb deze game echt 1 keer gespeeld of zo. Hè? Ja, dat weet ik. Maar ik bood je nog heel lief aan om je te helpen. En toen zei, ja, en ik kan het allemaal. Dus ik hoopte gewoon op dat je dik zou falen. En dat gebeurde half, alleen niet helemaal. Nou ja, dik zou falen, hoezo? Dat is zo niet waar.
Ik moet alleen even kijken hoe de mechanics ook alweer werkte. Maar behalve dat, moet ik nu... Wat moet ik nu doen? Nu mag je me wel weer helpen, want nu ben ik wel onloos. Fireworks kijken. Nee, ik moet gewoon nu naar boom. Ja, naar boom, ja. Nou... Moet je even naar boom, Mion. Woep, 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 bloep. Hoe ga ik naar boven? Nee, daar moest je naartoe. Wat doe je? Oh. Wat? Gewoon hier zo? Ik dacht dat je een of andere gate... Oh, dit... Ja, dit bedoelde ik wel. Maar... Ik dacht dat nee, dit... Ja. Ja, is goed zo, Sandrain. Ik dacht dus dat dit aan de zijkant zat. Van waar ik zo net was, van de boven. Wil je ook zo'n broek met van die zakken aan de zijkant? Zakken aan de zijkant? Oh, gaat een kat? Kat? Nee, kom maar. Als je inaf... Nee, nu ga je ook inaf... Nee, toch niet. Kom dan. Ja, je durft niet, hè? Je durft niet inaf... Katje is een beetje bang. Oh, en mijn game is vast. Ik snap het wel. Kut je een beetje bang, oh. Hij komt zo nog wel in beeld. Ik ken hem te lang. Deze kat is niet vaak in beeld. Volgens mij is hij een beetje camera shy, joh. Ik snap het wel. Je ziet hem kijken, hij kijkt echt heel grappig. Ja. Hij kijkt grappig. Oh, ja, nu komt hij. Ja, ja. Cat in beeld. Dit is hem. Ik hoef ook niet met je kont naar mij te richten. Zo. Nou. Hij laat zo'n scheetje in je gezicht. Ja joh. Gek. Zijn puberie. Yo. Wat was dat voor de U-chess font? What the freak. Zag je dat? Die O? Oh. Ja. Dat was een U-chess font. Grootste font die ik ooit gezien heb. Ja ja. Nee, dat is niet waar. Dat is niet helemaal waar. Vroeger, op de basisschool, dan gingen mensen wel eens gewoon een zin typen en dan gingen ze hem heel groot zetten. En volgens mij hebben ze hem zelf ooit een keer uitgeprint. Ik niet, want ik ben goed voor de natuur, maar die mensen niet. Dan ben je toch niet mee bezig als je jong bent. Dat is waar, dat is waar. Dat is waring. Kan ik nu ik kan nu gewoon weg, hoop ik, hè? Zeg ik niet, ja. Dat is niet hoe zeg ik niet werk, trouwens, maar... Hé? Oh, sorry. Oké, wacht. Ik probeer het opnieuw. Jambo Luke. God voor de tyfus. Ja, dit is... Maar, oké, dus ik help iemand... en ik moet daar €1000 voor betalen... Ja, maar dat weet... Nee, daar moet je niet naartoe. Je moet... Nee, links. Daar. Je kan het. Wacht, ik kan wel beter zo gaan, want dan kan ik nog kijken of ik een shiny haal. Dit wordt een shiny, ik voel het. Shiny Honedge incoming. Je weet het niet. Weldum! Niet shiny, maar wel Weldum. En Weldum. He do be Weldum. Kom op, Kabuto. Dus, ik belde hem. Nee. En ja hoor. Hij was inderdaad Steel-type. Weet ik. Ja, ik voel eigenlijk een vies tegenvonk zelf. Maar oké, okay. Ja. Tenminste dat jij hem funny vindt. Was ook pure sarcasm was het. Oh, oké. Okay. Ik zou hem Alexander noemen als ik hem zou krijgen. Alexander Bell. Volgens mij. Die guy die Bella heeft uitgevonden. Alexander Graham Bell. Sorry. Ik wou dat zeggen. Doe hem nog een Graham. Kan ook. Of gewoon Bel. Of gewoon Honedge. Nee, als ik een Honedge krijg, dan noem ik een Pokémon Sword. Dat past sowieso niet. Nee. Zit Sword and Shield er überhaupt al in die game? Nee, dat doe ik niet. Of
Zit die Honedge eigenlijk wel in de game? Nee, hè? In Pokémon Sword and Shield? Ja. Jawel. Oh, wel. Daar heb ik mijn is ook shine. Cool. Ah, mijn kolen. Razor Blade. Cool. Oh, yo, ben jij zo helder zien? Ja, ik ben helder zien, ink. Oh. Ik kan hem ook gewoon setje noemen, natuurlijk. Uiteindelijk. Alles kan. Koffie kan. Melk kan. Thee kan. Thee kan. Kan nog veel meer. Zoetermeer, IJsselmeer, Markermeer. Ga zo maar door. Nee, ga zo maar deur. Voordeur, achterdeur, zijdeur. Precies. Nou, dat was het toch wel weer een avontuurtje. Oh, ja, de aflevering is inderdaad voorbij, Sander. Dat meen je. Heilige poep, dat ging snel. Oké. Ja. Nou, dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering van Pokémon Harmony, Shiny, Cage, Lock en Sander van Gaming SB. Tot de volgende keering! Oh, geen duimpje. Oké, doei. Oh, duimpje omhoog, yes.